Hallo, wij zijn Mitra en Victor en wij gaan briefjes voorlezen uit het Koninklijk Atheneum van Brugge. Voor de campagne Hashtag Caroline luistert. Oké, het eerste briefje komt van Thomas. En Thomas zegt: op het eind van het zesde leerjaar gingen mijn vrienden naar de vakantie een sportopleiding volgen. Ik wou natuurlijk met hen mee, maar naar een school gaan waar je niemand kent is helemaal niet leuk. Mijn ouders vonden het geen goed idee dat ik direct naar zo'n grote school zou gaan. En lieten me starten in een kleinere middenschool. Dat was erg tegen mijn zin. Ook de richting die ze voor me uitkozen, vond ik niet fijn. 1 september startte ik en ik maakte snel vrienden. Maar school werd gauw een hel. Ik deed mijn best niet en kreeg veel straf. Ik haatte de leerkrachten en zij mij waarschijnlijk ook. Ook het einde van het tweede jaar kreeg ik nog mega veel straf. En ik vond het echt niet leuk. Ik vind het jammer dat er niet naar mij werd geluisterd op vlak van schoolkeuze. Flo schrijft: mijn kat Molly lag 2 maanden geleden met een ernstige ziekte een week bij de dierenarts op de spoedafdeling. Ze lag al 1 week aan een infuus en ze kreeg ook zonder voeding. De kans dat ze zou overleven was 1 op 10. Toen vroeg mama mijn mening of we haar niet zou laten inslapen. Gelukkig maar, want ik koos ervoor om nog een paar dagen te wachten. De dag erna kregen we een belletje van de dierenarts dat ze terug aan de goede kant op ging en ze ging het overleven. Zie je mee met ons naar huis. Flo schrijft... Kobe zegt... Toen mijn ouders gingen scheiden, moest ik kiezen bij wie ik wou wonen. Ik koos om bij mijn mama te blijven. Mijn papa had daar begrip voor. Mijn tweede moeilijke beslissing die ik moest nemen, was welke richting ik zou kiezen in de middelbare school. Ik ben blij dat ik hiermee mag in beslissen, want mijn ouders vinden het heel belangrijk dat ik iets kies wat ik zelf leuk vind en waar ik goed in ben. Want als ik bijvoorbeeld een richting doe die ik helemaal niet leuk vind, is er een kans dat ik buis. Ik ben blij dat er vaak naar mij wordt geluisterd. Dit waren de briefjes van het Koninklijk Atheneum van Brugge. Bedankt voor jullie inzendingen.